Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik jullie laten zien wat er allemaal in deze doos zit. Deze doos zit namelijk vol met sieradenspul en ik heb die overgekocht van Esther, een van mijn beste vriendinnen. Want ze is gestopt met haar sieradenaccount. Dus vandaag ga ik jullie laten zien wat er allemaal in deze doos zit. Hebben jullie veel zin in deze video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Ik weet zelf ook niet meer wat er allemaal precies in zit. Maar ik ga die nu open doen. En het is een best grote doos. Maar allereerst zie ik heel veel lege bakjes. Deze bakjes. Ach, vakkenbakjes. Die zijn allemaal leeg. Dan zo'n leeg bakje. Hier heb ik nog een leeg bakje en die is echt wel mooi. Dit bakje. Dan nog een leeg bakje. Hier zitten kraaltjes in. Zo van die ronde platte kraaltjes. Hier zitten hartjes kralen in. Dan heb ik hier touw van de ijzerdraad. Sterrenzakjes en stippenzakjes. Van deze lege buisjes, of ja, wat het ook zijn. Allemaal onderdelen in het goud. En ook in het zilver. Dan zit hier, een bakje met 2 mm kraaltjes. Ik kan die niet schuin houden, want dan gaan die allemaal door elkaar. Want er zijn ook wel een paar door elkaar gegaan. Maar dat zijn de kleurtjes. En dan ga ik gewoon straks even de andere kleurtjes sorteren. Want die zitten een beetje door elkaar, maar dat maakt niet zoveel uit. Dan allemaal nog allemaal 2 mm kraaltjes. In heel veel verschillende kleurtjes. Ronde kraaltjes. Letterkralen. En die vind ik echt heel schattig. Nog meer ronde kralen. Dan zulke kraaltjes. Wat beeldjes en polymeerkralen. Nog wat leuke kraaltjes. En nog meer van die kralen. Dan nog meer van deze vierkantige kraaltjes. En nog heel wat 2 mm kralen. Dan zie ik hier bubbelenveloppen. Heel wat plakzakjes. Nog wat lege bakjes en nog allemaal lege bakjes en hier zit wel nog iets in. Een bakje vol met kraaltjes en nog meer kraaltjes. Nog meer kralen. En nog een leeg bakje. Nog een leeg bakje. En dan heb ik hier een kralenmix. Een doosje met washi tapejes. Zo gaat hij lopen. Washi tapejes. Dan nog allemaal Ziploc zakjes. Een tangetje. Daar ligt er nog in. Nog draad. Schelpjes. Dit zijn verlengstukjes, denk ik. Kraaltjes en stickertjes. Dan nog een hele rol met ijzerdraad. En nog een hele bak vol met deze kralen. En als laatste dit bakje. Dus dit zat allemaal in de doos. Echt mega, mega veel. Maar ook weer heel leuk, want nu heb ik terug spulletjes. Ook al had ik laatst nog nieuwe spullen binnengekregen. Maar ik ga daar nog een aparte video over maken binnenkort. Dus ik hoop dat jullie deze video heel leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!